gesproken met de buigen op het parket. En de River die zit daar weer helemaal tussenfront. Dan komt de pool hier, maar dan gaat buiten de ring. De spelen. Gaat ik maar te haasten en daar de sporen met de pool. Dan zou ik het momentum pakken en dat ook omzetten in de scoren. Alle kanten uit. Hasje over, hebben al overal met de voorsprong van Kortrijk. Kortrijk nummer 5, Mechelen het nummer 3. Kortrijk moet dus winnen om nog een voorsprong te doen. Ik denk dat de bal hier nog erin speelt. En de bal die gaat voor het shot. Heel mooi. Rebound de Ridder. En Pauli. Totdat hij in balbezit komt en dan de pressure zo hoog mogelijk houden. Ik denk dat dat de sleutel is die vaak daar boven komt in het defensieve. Balverlies op een heel slecht moment. Kan Kortrijk dat hier afmaken?